Yo guys, let's here, met vandaag een nieuwe video en vandaag gaan we beginnen met Outlast 2. En dat is natuurlijk het vervolg op Outlast en Outlast Whistleblower. Als je dat nog niet zou gezien hebben, kijk dat eens nu. Ik ben heel hyped om dit spelletje te spelen. Allee, dat is dubbel. Waarschijnlijk als ik in de game zit ga ik geen zin meer hebben, omdat ik van geen bang ben. Ik ga opnieuw game doen. En ik ga natuurlijk normal doen, want de vorige let's plays waren ook zo. Outlast 2 contains intense violence, gore, graphic sexual content and stronger language. Please enjoy. Nou, de laatste is best savage. Ook deze, als je geïnteresseerd bent in het verhaal, lees dat eens even, dan kun je volgen en zo. En natuurlijk zijn mijn enige keuzes: loop, stop of ga dood. Dat is echt op zijn Outlast. Oh wauw, ze hebben nu ook in de loading screens hebben ze echt effectief iets geplaatst. Nu kunt je je amuseren in de loading. Oh. Loading screen is al... Ah, Blake. Dat weet ik niet. Oei, dat is niet goed. Ik ook. Hey! Ben ook bang. Jesus, Blake, are you really sleeping? I'm awake. You should have slept last night. I'm a Blake. Ah! Nee, grappig. Wow, je lijkt echt zo hard op Scarlett Johansson. En dit is een helikopter. We weten allemaal wat er gebeurt met helikopter in horror games. Hey, we're crossing into reservation land now. You said I'm looking for some sort of factory? Yeah. We can look, but there's nothing out here. It does look pretty empty. Ja, inderdaad. Klinkt ook zo zeggen. She had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry. If you say so, man, you bought the time. We should record an intro while we're up here. Production. Ah ja. Sure. Ah, nu zijn we echt gewoon een cameraman. Oh ja, een journalist, maar. Can't work by diaphragm with this thing. Nu zijn we niet zo'n amateurtje, snap je? Audio's gonna be crap. We'll have to. What the fuck? Voilà, het begint al. Je ziet daar echt zo, je ziet daar al zo bang worden. Oké, wacht hè. Vanaf dat hij gaat recorden, of is hij al bezig? En mensen zeggen over mij dat ik autistisch ben. Ah, oké. We gaan zo langzaam naar het landschap ding kijken. Dat is echt heel brak gefilmd. Mooi landschap! Oké. Ik moet toch eens één keer inzoomen op de titel. Oké, er valt niet echt veel op in te zoomen. Oké, we zullen het opnieuw doen. Op het mooie landschap! Oké, sorry. Oh, die muziek. Oh my god. Ik vraag me echt af of een helikopter ooit eens niet is gecrashed in een horror game. Oh shit. Wat een introductie. Nee, je limpje. Oh, ben ik in school? En ineens zo'n random ding van Jezus. Volgens mij ben ik een klein mannetje, denk het wel. Ja, kijk, want ik ben even rood als... Oh, dit. Ook zo die FPS erop voor dit te activeren. Nice. To Jessica. First place. Ik dacht pellen, zeg zo, what the fuck. Oké, dat is heel leuk voor jou, Jessica. Jesus. Nailed it. Oh man. Want kijk dat de tijd stilstaat. Oké, nee, er zit detail in. Vraag me echt af of er iemand hier... Dus eigenlijk moet er echt zoiets iemand, ik weet niet, iemand zo een van de zotten die dit spel ook speelt, echt gewoon een uur aan een stuk hier staan en echt kijken dat die klok een uur verder gaat. Dan moet echt iemand iets doen. Staat hier belangrijk shit op. ja, onleesbaar shit. Oh, zo'n ding. Dat hebben wij ook echt op school. Dat is echt zo fucking vies. Ik snap echt niet dat mensen daarvan drinken. Dat is echt... Oeh, shit. Dat is gortig. Amai. Dat was ook echt wel helemaal normaal natuurlijk. Doe die plaat af. Random deur op hem. Jee. Volgens mij heeft die deur hem echt nog zwaar gesaved. Nee, heeft hij de deur gesaved, want de deur lag op hem. Fuck. Ja, dat ziet er niet goed uit, hè? Mijn objective. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Oké. En ik kan gewoon... Wow. Ik kan dingen zien dat ik heb opgenomen. Oh. Nice. Dat is wel vrij cool. Ik hoop eigenlijk gewoon dat heel deze game gewoon naar beneden is gaan van leuke rotjes. Maar ik heb het gevoel van niet. Oh. Ik denk dat dit gewoon een beetje het parcours systeem uitleggen is. Ga daar af, godverdomme mij. Oké. Use in bold. Ooh. Important events should be captured on video. Press right mouse click button ding, ja. Yeah. Oké. To raise your camera. Oké, we zijn dus nu deze helikopter aan het filmen. Oh shit. Jesus. Mooi. Is... No, there's no bodies. Ah, oké. She's not in here. Lynn! Lynn! Lynn, waar ben je? Kijk, een plant. Weed plant. Ha. Oh. Oh boy, ja, film dat dan maar, hè. Holy shit. Dat is Lynn, dat zou echt al droog zijn eigenlijk. Ook vrij erg natuurlijk, maar ook een beetje droog. Oh. Oh, dat is vrij cool. Al ja. Waarom leggen ze mij dat hier uit? Dan moet niks goed zijn. Oké. Oké. Ik ga ergens af, maar ik zie echt helemaal niks. Saving. Oh. Is serieus het begin van de demo? Ik denk het eigenlijk wel. Maar dan weet ik nu ook al wat er mij te wachten staat. Dat zou een beetje stom zijn. Hey Tak, hoe gaat het? Ik kan door een tak staan. Jee. Fuck de tak. Of plantje. Zij zei tegen mij dat ik in een woestijn was, maar deze ziet er niet echt uit als een woestijn, als ik eerlijk mag zijn. Oké, ook ineens een random storm. Waarom niet? Jee. Hallo? I'm lost. I'm lost. And hurt. Oei, het zijn twee vliegen in één klap. Hahaha. Well, that's savage. Wat is deze? Wauw, heeft die cactus nu met... Auw. Auw, wajo. Ik denk dat die cactus mij serieus pijn had gedaan. Ja, what the fuck. Fuck de cactus dan maar hoor. Ah, wacht, mijn camera is bijna leeg. Wacht even. Oké. Oh, shit. Oké. Nog één of wat? Ja, nog één. Of is dat dezelfde? Ik denk eigenlijk dat dezelfde is. Ook zo random driewieler. Oh, ik kan al dabben. Jee. Dat scherm wordt hier gekanteld. Zijn een bad. Ik heb er geen zin om in te gaan. Hey. Hallo. Hoe gaat het? What the fuck. Wacht, nou, waar is hij? Ja, die deur ging dicht, dus ik moet hier ook wel in, zeker. Oké. Doet die plaat af. Ah. Bandage. Kan ik er eentje gebruiken? Ah. Maar ik was toch zo... Oké dan. Ik was toch pijn gedaan door een fucking cactus. Ja, gast, dat is een hele bijbel. Dat zie je toch wel van hier, zeker, ik dat ga lezen. Ja, en ik zeg ciao, zijn vriend. Find Lynn. Nee. Nothing matters but Lynn. Oké, ik ga gewoon verder. Deur. Help me. Hey! Brashoei. Dus, hoe zie... Ah, dus ik heb nu 1 batterij. Oké, dat is vrij cool gedaan. Oh. That's fucked up. Ja, zeg dat wel. Teddybeer, yay. Allemaal babypoppen. Ah, ja. Ah, oké, zo. Dan gaan we hierin. Holy fucking hell. Oh my god. Dat is echt vies, ja. Hey, er liep iemand. What the fuck is dat? Huh? Dat is van mais, hè. Huh? Ik heb nog maar 1 darmstelsel gezien. Ik verschiet er eigenlijk wel van. Ja, Outlast 1 had ik ondertussen al 5 darmstelsels gezien ofzo. Oké. Oh, waarom vind ik deze vrij eng? En ik voel dat ik misschien iets sneller moet lopen. En waarom hoor ik iets in het bosje rechts van mij? Waarom ga ik nu echt gewoon beginnen lopen? Oh, oeps, dat is niet de bedoeling. Oké. Wat hebben we hier? Holy fuck. Ah, een briefje. Midwives lament. Hé, dat rijmt. Oh, ik kan dat zwaar rappen. Watch me. Yeah. The baby is coming. Ready the knife. The baby is coming. Knight's midwife. Mother do the enemy stained within. God's creation saved with sin. Ooh. Hallelujah, stay the storm, no longer must we wait. For came the time the enemy born to the die the temple gate. The baby's growing, her belly swells. The baby's growing, sent from hell. Ja, ik ga stoppen met mijn eigen belachelijk. Oh, wat was dat? Huh? Wat? What the fuck? Kijk, hoe autistisch was dat? Ah, lijkt een beetje op Jason. En zo dat ene masker, snap je? Oh, fucking hell. Hoe bruut is dat, joh? Als die zo zijn vermoord via dat ding. Dat is heel bruut. Ah, die zijn verbrand. Wauw. Wauw, speltje. Wauw. Allee, loopt iets door, dikzak? Ja, dankjewel. Oh jee. Paardje hop. Wacht, lukt niet. Paardje hop. Jee. Wat? Kan ik dat duwen? Wojo! Oh, wacht. What the fuck? Hoe leuk is deze? Oké, ja, ik ben even mijn batterij aan het vervellen, dat is waar. Oh, wauw. Zo'n dingen haat ik vrij hard in Outlast. Ik hoop dat ik nog veel batteries heb. Zei er iemand iets? Oh ja. Wacht. Ik ben aan het horen waar die is. Hey. Oké, die is daar. Of hij. Het klinkt wel als een vrouw. Ah joh, jongen, godverdomme, stop, kutpaal. Als ik die zie, ga ik echt gewoon teruglopen, want dan ga ik... Ja, en ik zeg ciao. En ik zeg fucking ciao. En ik zeg ciao. Wajo. En die muziek ook. Oh my fucking god. Hallo. Ah, mijn Z-knop is gebukt. Nee. Z-knop. Ik heb een probleem. Mijn Z-knop is gebukt. Dus nu loop ik automatisch. Dus nu ga ik denk ik YOLO waterpolo doen. Of... Kijk, ik doe niks, hè. Ja, ik ga... Oh, yo, maar dat is Usain Bolt of zo. Wow. Kijk. Oh, dat is een raar monster achter me aan. Ah, vriend, stop ermee. Kijk, hè, ik ben nu op S aan het duwen. Ik doe S weg. Wauw. Oké, ik ga hier maar... What the fuck? Oké. Wauw. Dat is vrij raar. Hallo. Oh ja, natuurlijk. Oké. Oh. Kijk, het is vrij moeilijk om te spelen met Z dat sowieso wordt ingeduwd. Maar jongen, echt elke brief is een hele bijbel in deze spel. What the fuck, ja. Nee. Oh, mooie foto. Oh wauw, die teddybeer. Oké. Laat ik eventjes show lopen. Oh ja, lopen. Ik loop sowieso, want mijn Z-knopje is gebukt. Kijk. Oh shit. Oh fucking. Echt op mijn muil. Ah, ik heb een bril. Oh, dat is wel vrij lastig. Dan gaan ze sowieso... Jezus. Then you'll have. Oh, fucking hell. God wants me dead? Okay. Oh, nee. What the hell. Nou, wij hebben het vrij raar. Ik ga deze video afsluiten. Nu, zoals jullie weten, verzin ik voor elk personage in dit kutspel een naam. En zo ook een naam nodig voor die vrouw. En ik dacht aan oftewel ultra lesbian of ultra feminist. Maar die keuze is aan jullie. Laat dat gewoon hier even achter in de comments. Waarom doe ik deze beweging met mijn handen? Vonden jullie de allereerste aflevering van Outlast 2 leuk? Dat was een blauw ruimpje omhoog. Allee, allereerste aflevering van mijn kanaal. Want ik had veel van mijn pop en ook. Dus vonden jullie deze video leuk? Doe vast een blauw ruimpje omhoog. Abonneer. Ik zie jou de volgende keer. En de volgende keer meer. En ik zeg, oh my, had je dat horen krakken? What the fuck? En ik zeg, ciao.